één lijn, een slanke carrosserie, een zeer grote flexibiliteit en een verhouding van kracht en gewicht om u tegen te zeggen, zorgen ervoor dat motorrijden economisch zeer interessant is. De enorme kwetsbaarheid van motorrijders is echter de keerzijde van de medaille. En vaak ligt een menselijke fout, het zij van de motorrijder zelf, het zij van een andere weggebruiker, aan de basis van een motorongeval. Het is dus superbelangrijk om elkaar juist in te schatten. Automobilisten maken fouten, motorrijders maken ook fouten. Dus het is belangrijk om ten allen tijde heel defensief te rijden. Proberen te anticiperen op alles wat er kan gebeuren. Een auto die uit een zijstraat komt, een portier dat plots openslaat. Er zijn ontelbare situaties waarop je toch altijd bedacht moet zijn. Motoren zijn lichte voertuigen, hebben meestal ook wel wat power, dus wordt het aan een verkeerslicht, vertrekken ze sneller. En het is vaak voor automobilisten moeilijk om de snelheid van die aankomende motorrijder in te schatten. Klein volume is altijd moeilijk om te schatten hoe snel die er nu net aankomt. Dus dan is de regel, als je een motorrijder in de verte ziet of in je achteruitkijkspiegel, hou er rekening mee dat die ook zeer snel ten opzichte van jouw hoogte kan zijn. En probeer ook in te schatten wat die motorrijder zou kunnen doen. Het filteren is toegelaten voor de motorrijders, maar ze moeten zich wel begeven tussen de twee meest links gelegen rijstroken en tot aan een snelheid van 50 km per uur. Eens de auto's sneller rijden, moeten ze terug opnieuw een vaste plaats in de rijstrook innemen. In de file verslapt de aandacht van de automobilisten wel eens. Het is niet genoeg om alleen maar even in je achteruitkijkspiegel te kijken. Kijk ook even over je schouder, want de motorrijders rijden vlot door en net op dat moment kan die al gepasseerd zijn tot in de dode hoek. Dus altijd uitkijken voor je van de rijstrook verandert, ook in de file. Je moet er als motorrijder van uitgaan dat er op elk moment iets kan gebeuren. Een van die vaak voorkomende situaties is een U-turn. Is het vaak niet duidelijk dat ze volledig gaan omkeren. Als motorrijder denk je dat je dan toch nog kan doorrijden. En dan ben je verrast. Dus ook daar afstand houden. De motorrijder heeft zijn veiligheid zelf ook in handen. Hoe meer je defensief rijdt, hoe meer je uitkijkt en alles probeert in te schatten wat er maar kan gebeuren, hoe beter je bezig bent. Hetzelfde verwachten we van de automobilist, dus het zit echt wel in de twee richtingen. Een ongeval is met twee partijen, dus er is vaak een gedeelde verantwoordelijkheid. Het belang van een goede motoropleiding en van een voortgezette opleiding defensief rijden is niet te onderschatten. Als motorrijder heb je er alle belang bij om goed te kunnen reageren op risico's in het verkeer. En vooral ook die risico's goed te kunnen vooraf inschatten. En dat leer je met de opleiding Ready to Ride. En je hebt daar twee types van modules. Je hebt enerzijds de advanced training voor wie nog niet eerder een Ready to Ride opleiding volgde. En je hebt de master Ready to Ride cursussen voor wie eerder al een Ready to Ride opleiding volgde. De opleiding duurt minstens 6 uur, is dus een opleiding van een volledige dag. Je begint met een kort stukje theorie, vervolgens ga je oefenen op het terrein van de rijschool en vervolgens ga je de openbare weg op om daar verder te oefenen in kleine groepjes van maximum 5 personen. Dus we hebben gezien, er zijn een hele loop dingen op de baan waar je moet rekening mee houden. Voetganger. Alle informatie over Ready to Ride is te vinden op de website van Ready to Ride, gewoon readytoride.be. Daar vind je alle rijscholen die opleidingen aanbieden, je vindt er alle cursusdata en je kan je ook meteen inschrijven. Avontuurlijk en plezant, dat is motorrijden zeker. Maar om het prettig te houden, komt het erop aan om voorrang te geven aan veiligheid. Toon dus respect voor elkaar en vooral heb oog voor elkaar. Bovendien doe je er als motorrijder goed aan om te investeren in je opleiding. Want hoe completer die is, hoe kleiner het risico op ongevallen. Ik wens je alvast een leuke rit en go for zero! Deze uitzending kan je ook bekijken op de website van het BVV en van de Federale Politie.